Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Doelen stellen is één ding, maar daar ook echt scherp op blijven. Dus door deze continu bij te houden, dat is vaak een volgende stap. Dus alleen doelen stellen is natuurlijk al vrij moeilijk om te doen, want je moet echt concrete doelen stellen. Dus je stelt geen doel van ik wil meer geld verdienen. Nee, hoeveel geld wil je verdienen? Wanneer wil je dat geld verdienen? Hoe ga je dat aanpakken? En dat geldt natuurlijk ook voor als je wilt afvallen. Dat geldt voor als je eigen bedrijf opricht, dat meestal ook de inkomstenbron natuurlijk al besproken wordt. Hè? Dus het aantal geld dat je wilt verdienen, het aantal klanten dat je misschien wilt hebben. Al die facetten moet je voor jezelf concreet maken om uiteindelijk scherp te kunnen blijven op je doel. En een vraag die ik vaak krijg van andere mensen is, via de mail krijg ik heel vaak die vraag, maar ook via social media. Hoe blijf ik nu ook scherp op mijn doel? Dus ik heb dat doel gesteld, maar hoe wijk ik dan niet af van dat doel? Hoe zorg ik ervoor dat ik focus bewaar op dat doel waar ik op dat moment mee bezig ben? En dit is een hele interessante om door te nemen. Ik vind het ook een hele goede vraag. Want dit is iets wat we vaak niet doen. We stellen een doel, en we stellen misschien wel 10, 20, 30 doelen, maar vervolgens gaan we niet een week later eens kijken van, maar hoe staat het nu eigenlijk met mijn doel? Welke acties heb ik deze week genomen in de richting van dit doel? Dus echt een stukje zelfreflectie om te kijken, waar ben ik naartoe gegaan? En waar ben ik op dit moment eigenlijk nog mee bezig? En hoe gaat dat tot nu toe? Hoe heeft zich dat tot nu toe zich ontwikkeld? En als we daarnaar kijken en je wilt jezelf scherp houden, dan is daar een hele planningsmethode die erachter zit. Dat is iets wat ik in het VIP Coaches programma altijd helemaal behandel. Maar in het kort gezegd begint het natuurlijk al met de dagelijkse doelen. Het begint al met een klein doel voor jezelf stellen. Het begint met een grote doel natuurlijk. Dus je wilt bijvoorbeeld, 20 kilo afvallen. Of je wilt aan het einde van het jaar op 4000 euro netto zitten met je eigen bedrijf. Dit soort dingen, dat zijn doelen. Dit zijn concrete doelen. Alleen waar het dan vervolgens om gaat is, maar wat ga ik dagelijks doen om dat doel te realiseren? Dus je staat in principe op, 's ochtends, dat heb je vanochtend ook gedaan. En heb je jezelf dan de vraag gesteld, maar wat ga ik nou vandaag doen? Wat ga ik nou vandaag voor klein stapje zetten in de richting van mijn belangrijkste doel? Dus stel je belangrijkste doel is die 4000 euro netto verdienen met je eigen bedrijf. Voorbeeld. Nogmaals, dit kan dus van alles zijn. Pas het even op een van je belangrijkste doelen toe. Het gaat om het hele proces en niet om dit ene voorbeeld wat ik nu noem. Maar je wilt die 4000 euro verdienen aan het einde van het jaar. En op dit moment zit je op, laten we zeggen, 1000 euro. Vandaag kun je jezelf dus de vraag stellen, maar welke kleine stap kan ik vandaag zetten? Welke kleine actie kan ik vandaag zetten om uiteindelijk van die 1000 naar die 4000 per maand te gaan? Wat heb ik dan nodig? En dan kom je erachter dat je klanten nodig hebt. Hoeveel klanten heb je dan nodig om dat te gaan doen? En nu zie je dat die stap nog te groot is. Want die 3000 euro die ga je niet opeens in die ene maand erbij verdienen. Tenminste, dat is niet de gewone stap. Het zou misschien heel toevallig kunnen, maar in principe lukt dat niet. Dus wat we willen doen, is dat we die stappen nog kleiner maken. Dus die 4000 die je wilt gaan bereiken aan het einde van het jaar, wil je kleiner maken. Dus je wilt er gaan voor zorgen dat je daar een maanddoel van maakt. Dus per maand kan dat betekenen dat je wil dus die overbrugging hebben van 1000 naar 4000. Dus je wilt 3000 extra verdienen in totaal. Per kwartaal is dat 1000 euro extra. En per maand is dat dus 333 euro. Die wil je extra hebben. Dus de vraag die je jezelf vervolgens gaat stellen is, maar wat moet ik dan aan het einde van deze week gerealiseerd hebben? En dan kom je er dus achter dat je uitkomt op een bedrag van, laten we even zeggen, 80 euro. 80 euro per week en dan kom je per maand op bijna 333 euro uit. 80 euro per week heb ik nodig. En dan kun je jezelf elke dag van deze week de vraag stellen, wat ga ik doen, wat heb ik nodig om die 80 euro aan het einde van de week extra te hebben. En als je dit de hele tijd voor jezelf blijft herhalen, dan blijf je dus in ieder geval scherp op je doel. Dus ook al gebeurt er niks, je neemt dus in ieder geval actie, want je zegt tegen jezelf, welke eerste kleine stap kan ik vandaag zetten in de richting van mijn doel. Dus je neemt sowieso actie. Maar ook al bereik je je doel niet, je blijft er wel scherp op. Je blijft er dus mee bezig. En als je dat continu, dag in dag uit, voor jezelf kunt blijven herhalen, dan kan het niet anders dan dat je je doel gaat bereiken. Hoe dan ook. Misschien niet in dat ene jaar. Dat kan 2, 3, misschien zelfs 4, 5 jaar gaan duren. Maar je blijft wel scherp en gefocust op dat doel. En je blijft er mee bezig. En je blijft jezelf dus confronteren
met het doel. En dat is precies wat je wilt om die stok achter de deur, die schop onder de kont voor jezelf te bewaren. En ook echt actie te houden op dat doel. Dus dit is een mooie methode om scherp te blijven op je doelen. En om ze ook te gaan bijhouden. Dus 's ochtends die vraag stellen. Welke eerste kleine stap kan ik vandaag zetten in de richting van mijn belangrijkste doel? Aan het einde van de dag is kijken, heb ik die actie gemaakt? Heb ik die actie ook gedaan? Heb ik dit kleine stapje, heb ik dat ook gezet vandaag? Dus je noteert bij wijze van één taak, niet meer, gewoon één taak die je absoluut gedaan wilt hebben. Bij voorkeur doe je die ook meteen in de ochtend, omdat ons energieniveau dan hoger is. We hoeven ons nog geen rekening te houden, we starten net. We zijn net opgestart vanuit het slapen, dan is ons energieniveau het hoogst. Ga er dan mee aan de slag. Maak dan dat kleine actiepuntje, ook al is het maar een kwartiertje, een half uurtje, doe die en dan is het goed. Zo blijf je scherp op je doel, als je dit dag in dag uit blijft doen op deze methode. Nou, ik hoop dat je hier reeds aan hebt gehad en dat dit je helpt om ook scherp te blijven op jouw doel. Heb jij ook al een dagelijkse planning? Start jij je dag ook al 's ochtends met die ene vraag? Of eindig jij je dag ook met deze vraag? Wat doe jij om scherp te blijven op je doel? Laat het mij even weten in een reactie op deze podcast. Dat mag natuurlijk via Instagram, Facebook, noem het allemaal maar op waar je mij kunt bereiken. Ik hoor heel graag eventjes van jou. Een fijne dag en ik hoop je natuurlijk de volgende keer weer te spreken bij een volgende aflevering van de 1 minuut podcast. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.